Zo sta ik dus elke morgen op. Ik loop naar mijn rolluik en trek hem omhoog. Ik loop dan door naar de badkamer en ga gelijk mijn tanden poetsen en mijn hoofd nat maken met een nat doekje. Nu ben ik klaar met tanden poetsen en ga ik dus het washandje nat maken. Zoals jullie wel hadden gemerkt, was ik een nieuwe video aan het opnemen. Ik zit nog steeds in mijn kleren. Misschien moet ik dat even gaan veranderen. Dus ja, daar ben ik weer. Ik heb nu een rijshirt aan, een rijbroek en rijsokken natuurlijk. Dit is een nieuwe achtergrond. Het zijn prijzen, dat is een kaart van mij. Waarop staat toen ik heel klein was. Ja. Ik ga dus een weekendvlog doen. En dat houdt in dat je zaterdag en zondag gaat vloggen. En morgen staat op het schema dat ik ga schrijven bij de jury. En twee paden dressuur. Daar heb ik echt heel veel zin in. Vandaag heb ik les met mijn nieuwe pony, Lorenzo. Daar weten jullie nog niet veel vanaf. Maar ik ga hem vandaag voorstellen aan jullie. Het is een hele lieve pony. En dit is de vierde training. En hij doet het echt super goed. Ik ben er heel trots op. En ja, ik ga nu ontbijten. Het is nu ongeveer 9:50. En ik was sinds 9 al op. Ja, maar dus zoals jullie zagen, ik ben dus een nieuwe vlog. Na een hele lange tijd. Maar ja, ik ga nu ontbijten en dan zie ik jullie weer. Nou, leuk dat jullie kijken. Het is nu 11:50. Ik heb nu dit vast. Ja, dat is een appel, maar dat is voor Lorenzo. Ik ga nu de zadel en zo hierop leggen. Ga ik Lorenzo naar binnen halen en dan ga ik hem poetsen en opzadelen. Want om 12:30 heb ik les, dus ik moet heel snel zijn. Ik heb het setje nu klaar. Ik heb een blauw dekje met een glitterrand en gewoon een beetzadel. En dit hoofdstel, maar dat lijkt nog allemaal nieuw. En die pietjes. Dus ja, ga hem nu halen. Nou, daar ben ik weer. Het is nu 2:55. De les ging heel goed. Het is Pinky. Ligt te slapen. Ik zit ook op de bank omdat ik nog wel een beetje ziek ben. Want donderdag was ik echt heel erg ziek. Ik ga nu tv kijken. En daarna ga ik de twee proefjes doornemen. Proef 19 en proef 20. Voor morgen. Want ik moet dan schrijven bij de jury. En dan heb ik echt heel veel zin in. En ik weet niet hoe vaak ik het zeg. Maar ja. Ik laat je nog wel wat weten tussendoor. Dus ja. Nou, goed dat jullie weer kijken. Het is vandaag zondag. Vandaag ga ik jureren. Ik moet om 10:00 moet ik in Blerik zijn. Ik heb echt heel veel zin. Ik ga me nu omkleden. Daarna ga ik eten. Ik ga me nu even omkleden. Maar ja, tot zo. Dit is wat ik aan heb gedaan. Een trui. Een gewone spijkerbroek. En sokken. En wat ik in mijn haar heb is, ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar dat is gewoon een knot. En dan met zo'n, niet zo'n glitterding, maar zo'n band erin. Dus ja, en ik ga nu eten, dus dan film ik wel wanneer ik onderweg ben. Of ja, ik laat wel wat weten. Hoi, leuk dat jullie kijken. Ik ben nu terug, het is nu rond 1:30. Het was echt super leuk en echt heel leerzaam.
Dit was dus de weekendvlog. Ja. Wat moet ik dan nog meer? Abonneer zeker even. Doe een like omhoog. En als je hebt geabonneerd, druk op het belletje om geen één video te missen. Ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden. Ik vond het namelijk wel leuk om te doen. En ja. Nou, leuk dat jullie hebben gekeken. En hi, tot de volgende keer.